Welkom iedereen en bedankt om hier zo aanwezig te zijn met deze mooie lentedag. Ook voor iedereen thuis, hartelijk welkom. Sorry voor de kleine technische storing, maar alles moet werken. Ik denk als ik de zaal eventjes bekijk, dat ik de meeste onder jullie wel al eens ontmoet heb. Dus jullie kennen wel WH Self-Invest. Mijn naam is Evelien Lauwers en ik werk voor de Nederlandstalige dienst om WH Self-Invest te komen promoten in de seminars in België, in Nederland en dus WH Self-Invest met al zijn onderproducten. Dus WH Self-Invest bestaat dit jaar 26 jaar en wij zijn een Luxemburgs bedrijf. Dus onze klantendienst, onze salesdienst, ook de Nederlandstalige zit in Luxemburg. Wij zijn opgericht door Wouter Warmoes en Pascal Geerts, dus WH van Warmoes en Geerts. En dit zijn dus de oprichters van WH Self-Invest en zijn nog altijd de managers. Ik heb dagelijks contact met Wouter en Pascal, dus zij kennen echt nog het reilen en zeilen van het bedrijf. Ook qua formaat zijn wij vrij klein. Ik denk dat wij aan een 35, 40 personen zitten. Dus het blijft eigenlijk een klein bedrijf waarover u met iedereen contact kan blijven hebben. Dus wij zijn 26 jaar geleden opgestart met hoofdkantoor Luxemburg. Maar daarnaast zijn wij in vijf andere landen actief, waaronder België en Nederland. Wij doen ook iedere keer mee aan prijzen zoals beste broker, beste tradingplatform en wij komen daar inderdaad ieder jaar uit als bij de beste. Het eerste soort producten die wij aanbieden zijn CFD Forex producten. Dus bij ons, op ons platform, op het Nanotrader platform, kan u CFD Forex producten verhandelen. Voor de mensen, dus wij hebben heel veel demo-accounts voor handen en voor de mensen die echt startende zijn of zoeken naar een nieuw platform, raden wij altijd aan om een paar demo-accounts te downloaden, om het platform te leren kennen, op een productaanbod te leren kennen. En daar, om de overstap van het demo-traden naar het live-traden te vergemakkelijken, bieden wij rekeningen aan vanaf €500. Dus dat zijn echt rekeningen die dienen om mini-contracten mee te verhandelen en om de stap van het demo-traden naar het live-traden te vergemakkelijken. En we zien echt dat mensen na hun demo-traject eerst starten met deze mini-rekening om dan eventueel over te stappen naar een standaardrekening waarin zij grotere contracten kunnen verhandelen. Standaardrekening vanaf €2.500. En als we gaan kijken naar ons aanbod, zien wij dat wij een zeer groot aanbod hebben. Dus CFD's op aandelen, op indexen, heel veel forex sparen. En onze data provider is StoneX. Daarnaast hebben wij gesegmenteerde rekeningen. En onze debobank is de Bilbank. Dat is Banque Internationale de Luxembourg. Dus dat is een Luxemburgse bank die als aandeelhouder de Luxemburgse staat heeft. Dus een zeer betrouwbare bank. Daarnaast ook een zeer belangrijk punt. Wij zijn geen market maker, dus wij pakken geen posities in tegen onze klanten. En wij verhogen de spreads niet. Dus de spreads die wij aangeboden krijgen, geven wij direct door aan onze klanten. Bij WH Self-Invest heeft je ook nog een ander type rekening, namelijk de futures-rekening. Dus bij futures zit u direct op de futures-beurzen. Dus CME, Eurex, Euronext. En rekeningen van dit type openen wij vanaf €5.000. Daarnaast bieden wij tick-by-tick data aan en steeds real-time. Wij beschikken over een snelle orderuitvoering en wij hebben inderdaad toegang tot alle futuresbeurzen. Dit is het verhaal van self-trading. Dus WH Self-Invest is echt gericht op mensen die graag voor eigen rekening zelf traden. Daarnaast bieden wij nog
beheerde rekeningen aan of semi-beheerde rekeningen. Een van onze beheerde rekeningen noemt Investoei. En daar investeren wij op de producten die zo net beschreven zijn, dus een CFD Forex of futures. En wij gaan dus gebaseerd op markteffecten in- en uitpositie voor u. Wat zijn nu markteffecten? Dat zijn prijspatronen die steeds wederkerend zijn in de tijd. Bijvoorbeeld, wij hebben één marktpatroon, de Friday Gold Rush. Dus wij gaan iedere vrijdag, iedere donderdagavond een positie gaan opendoen op het goud. Met het gedachtegoed dat de goudprijs steeds stijgende is voor de weekend. Dus bijvoorbeeld voor de juwelenindustrie die grondstoffen gaan aankopen voor het weekend, omdat maandag die gingen met het verwerken van deze grondstoffen tot juwelen. Of voor beleggingsfondsen die hun goudpositie gaan verhogen voor de weekend, omdat ja, de aandelenmarkten gesloten zijn en zij een grotere buffer voor goud willen aankopen. Dus dat is een van onze markteffecten. Dus het voordeel hier, u treedt niet zelf, alles wordt voor u gedaan. De markteffecten zijn uiteraard gebaseerd op academische studies, op statistische analyse, die op lange termijn winstgevend zijn. Een minimumbedrag hiervoor voor deze soort rekening is 10.000 euro. En we hebben vier strategieën. Als we gaan kijken naar de prestatie van deze rekening, zien wij dat we in 2024 reeds 27,4% netto rendement hebben kunnen genereren voor onze klanten. Dus een zeer mooi rendement voor uiteindelijk ja, niets te moeten doen voor die rekening. Daarnaast hebben wij nog een ander product genaamd Free Stocks. Ik denk dat dit ongeveer een jaar moet bestaan. En met Free Stocks zitten wij dus op de Amerikaanse markt. Daar kan u bij ons, dus voor eigen rekening, Amerikaanse aandelen en opties commissievrij verhandelen. Dus dat is ook een zeer laagdrempelig aanbod, waarbij u een rekening opent. En u kan daar, ja, wij hebben geen minimumbedrag, maar u kan daar $500 opzetten en dan commissievrij die Amerikaanse aandelen en opties bij ons verhandelen. Wij hebben dus gratis real-time koersen vanaf 1 order per maand. Daarnaast is short-selling bij de aandelen die het toelaten mogelijk. Wij hebben eventueel, moest u met een hefboom wensen te werken, hebben wij dit ook ter beschikbaar. 4 tegen 1 intraday, 2 tegen 1 overnight. En daarnaast kan u onbeperkt daghandelen. Dus dat is ook voor zelftraders, maar dan op aandelen en opties. En bij die free stocks hebben wij ook een stockbox service. Dat is een service waar wij ook uw portefeuille bij beheren. En die is gebaseerd op de 8 best presterende aandelen van de Nasdaq 100 of AI-gerelateerde aandelen. Maar ook later hier, ik vermeld dit nu al eventjes, maar straks ga ik hier meer in detail over wat de resultaten zijn en hoe deze stockbox nu uiteindelijk tot werk komt. Als laatste stukje, en dat is ik denk een 2-3 maand geleden, zijn wij ook reseller van IB. Dus moest u nu zeggen van ik ben geïnteresseerd in een multi-asset portefeuille waarin u aandelen, opties, futures, CFD's wenst te veranderen in één portefeuille, zou ik u die IB portefeuille aanraden. Daar werkt u met het TWS-platform. Dus dat is uw eigen platform. Dus het is eigenlijk met deze rekening is het mooi om een eigen portefeuille van vrij veel activa te beheren. Daarnaast hebben wij ook een heel mooi aanbod qua commissies. We hebben dit ook vergeleken met Links. En wij zijn goedkoper dan Links. Zeker als we spreken over het verhandelen van aandelen en opties. En het goede, ik weet niet of er mensen hier een linksportefeuille hebben, gelinkt aan IB.
Het is zeer gemakkelijk om, ik zal dat nu eventjes aanschrijven, het is zeer gemakkelijk om uw rekening al dan niet van links naar WH Self-Invest te veranderen. U dient één document in te vullen. U geniet dan van goedkopere commissies en uw portefeuille blijft bestaan. Dus u moet niet uw posities verkopen, uw orders verkopen. Door één document wordt alles overgezet naar ons en betaalt u minder commissie. Daarnaast ook hebben wij een aanzienlijke interest op de cashposities bij deze rekeningen. En dan heeft u inderdaad onbeperkt toegang tot alle services die wij aanbieden als WH Self. Dus waaronder de webinars, seminars, zoals hier. Wij schrijven ook veel beursartikelen en wij geven ook die alarmen op aandelen. Dus dat is ook een heel nieuw aanbod en zeker interessant. Moesten er vragen zijn, hier zijn onze contactgegevens. Ook die presentatie, indien gewenst, kan die naar u worden doorgestuurd. Dus dan heeft u onze contactgegevens. Wij zijn dagelijks beschikbaar van 8 uur tot 22 uur en steeds in het Nederlands. Dus dat is ook een zeer groot voordeel. Ik heb mijn korte introductie afgerond en nu ga ik het overlaten aan de professionele sprekers. Het eerste stuk die gaat worden gepresenteerd, wordt door Ronald de Soete gepresenteerd, namelijk de grondstofaandelen. Dus zij gaat grondstofaandelen bestuderen of beschrijven. Dat zijn analyses hierover. Het tweede stukje is voor Wim Lievens. Hij gaat zijn L-bars beschrijven en hoe u beter kan treden met volatiliteit. Daarnaast ga ik bespreken welke tools wij in het NanoTrader platform voorhanden hebben om uw zelftradingactiviteit te vergemakkelijken, te vereenvoudigen. En ook nog een korte beschrijving van al onze beheerde rekeningen. En als laatste stukje gaat Tom Lassing zijn expositie doen over hoe u zeer makkelijk opties kan integreren in bestaande aandelen.